Begin december 2019 kondigde wethouder Lex Hoefsloot aan dat naast het sociaal pensioen voor daklozen er een tijdelijke opvang zou komen voor moeilijk plaatsbare mensen, de zogenaamde bosslapers. De buurt is hier niet blij mee. Het is een pilot van 2 jaar, maar klopt dat wel? Daarnaast heeft de Democratische Kiezers Ede nog diverse andere vragen. Ja, hier worden de zogenaamde bosslapers gehuisvest sinds november. En het was de bedoeling dat het een tijdelijke opvang zou zijn voor de winter. Want we willen in Ede niet dat mensen in de winter buiten slapen met alle risico's van dien. Dus in een rap tempo is dit besloten en meteen neergezet. Maar nu dreigt deze noodopvang permanent te worden. En dat vinden wij geen goed idee. Want in de besluitvorming zijn de burgers helemaal niet bij betrokken. En dat is in Ede iets wat wij niet acceptabel vinden. Bosslapers, wat zijn dat voor mensen? Ja, dat is een mooie term is daarvoor bedacht, een neutrale term. Maar het gaat om verslaafde, verwaarde personen. Het zijn allemaal personen die niet meer in gewone, reguliere opvang passen. Ook Leger des Heils. Dat zijn geen klanten meer van de Leger des Heils. Die pasten er meer. Die Leger des Heils wilden ze in het verleden ook niet meer hebben. Maar dus, er zijn ook mensen die geen hulp meer willen hebben. Dus die slapen buiten. Er zijn dakloze mensen die vooral verslaafde, maar ook verwarde mensen zitten ertussen. Een aantal slapen in de bos, vandaar dat de term bosslapers zijn verzonnen, denk ik. Maar als we de terminologie mogen gebruiken die de burgers kent, dan zijn het of verslaafde of verwarde mensen. Deze groep wordt door de gemeente zelf, we hebben de brief gezien die de bewoners hebben ontvangen, door de gemeente, dus de wethouder zelf, omschreven als overlastgevend. Er worden voorbeelden gegeven als achterlaten van naalden, kleine diefstallen, inbraken, dat soort dingen. Ja, dat is geen fijn gevoel. En dat is niet iets wat ik roep, dat is wat de wethouder roept. Maar als er vragen boven worden gesteld, de wethouder geeft niet thuis. Ja, dat is heel jammer. En dat hoort niet in een democratie. U bent omwonende. U was zeker heel geschrokken toen in één keer dit hier achter u opgebouwd werd. Ja, we werden totaal overvallen hierdoor. Want op een gegeven moment komt er een brief in de bus en 2 weken later is er hier al gebouwd. Ja, hier is in één keer een opvang gekomen voor een doelgroep die je niet in een gewone woonwijk kunt huisvesten. De gemeente heeft een brief gestuurd of een brief in de bus gedaan met daarin deze mensen die geven overlast en die zetten we bij jullie in de buurt neer. En mijn kinderen willen hier buiten spelen, maar dat kan niet meer. We zijn helemaal niet gehoord, dit is gewoon gedaan. En de gemeente die kon ze nergens anders kwijt. Dus dachten ze, nou dan stoppen we ze hier maar bij. Dan zit er toch al een sociaal pensioen en dan hebben ze in ieder geval een plekje. Maar in deze wijk, een hele nieuwe wijk, een prachtige wijk, met heel veel jonge kinderen die hier buiten spelen, die kun je niet met verwarde personen en met een verslavingsproblematiek, die kun je niet hier zomaar samen buiten laten zijn. Ik kan me ook zo voorstellen dat u zich niet veilig voelt. Ik voel me zeker niet veilig. Het is een doelgroep. Die mensen die zijn verward. Ze kunnen niet in het sociaal pensioen ondergebracht worden, want daar zijn ze te agressief voor. Dat zijn de woorden van de gemeente. En ja, daar voel je je niet veilig bij. Ik heb ook een paar mensen gesproken die, waarvan ik ook onder de indruk was. Ik heb zo'n vrouw gesproken die 's avonds niet meer alleen durft te zijn. Er extra sloten op haar deur heeft laten plaatsen. Ja, dat vind ik echt niet kunnen. En los daarvan, als je die kant op 400 meter loopt, dan heb je 3 scholen en nog een paar kinderopvangcentra. En 2 gebouwen verderop heb je ook een kinderopvangcentrum. En in zo'n omgeving zet je zo'n doelgroep neer. Ja, dat kan echt niet. Ik heb ook verhalen gehoord over naalden enzovoort. Ja, naalden, die worden hier ook gevonden inderdaad. Ik heb ook eens een keer een paar naalden zien liggen. En dan denk je ook van, hey, wat is dit? Hier spelen mijn kinderen. Dit wil ik niet hier. Ik wil niet alleen maar duidelijkheid en helderheid, ik wil dat dit gewoon opgelost wordt. En voor de helderheid, wij willen ook een oplossing voor een structurele oplossing, heeft u ook kunnen horen in de vraag die ik gesteld heb, voor de bewoners hier. Want nu is het gepresenteerd als een noodopvang voor de winter. Maar stel dat we straks een jaar verder zijn, gaan we dan weer een noodoplossing verzinnen? Laten we alsjeblieft ook op tijd starten om echt een goede oplossing te vinden voor deze mensen, zodat ook deze mensen een humane opvang hebben. Want dit is niet oké. Het is toch ook een pilot voor 2 jaar? Nou, het is sterk nog. Het zou een pilot tot 1 mei moeten zijn. En daarna zou een evaluatie moeten komen. Maar dan vinden wij dat die pilot ook een pilot moet blijven. Laten we op 1 mei, dit wat u achter mij ziet,
weghalen en dan evacueren en dan verder kijken. En dan vooral ook de burgers, bewoners die hier wonen, meenemen in dat proces. En daar gaat, misschien is dat wel het allerbelangrijkste onderdeel van mijn bezwaar. Want die mensen zijn totaal niet gehoord. Het is als een mededeling naar de burgers gebracht, dat kan echt niet. Nee, de gemeente die geeft het eigenlijk niet thuis. Ik heb een bezwaarbrief gestuurd, ik ben op gesprek geweest. En het eerste wat gezegd werd is, nou, bezwaar maken, dat heeft geen zin. Bezwaar is niet ontvankelijk. En dus eigenlijk protesteren heeft geen zin, zegt de gemeente. Nu we hier wonen, ja, van alle buren heb je natuurlijk wel eens een keer iets. Maar van het sociaal pensioen hebben we eigenlijk niet noemenswaardige overlast. Maar dat zijn andere mensen dan die nu in die noodopvang zijn terechtgekomen. En er is ook een groot verschil in de controle die er is bij het sociaal pensioen. Want op het moment dat daar mensen dingen doen die niet kunnen, dan wordt erop gecorrigeerd. En uiteindelijk zijn er ook maatregelen die getroffen worden als die mensen zich misdragen daar. En dat is nou het punt met de noodopvang. Daar zijn mensen die zich niet laten sturen. En er is ook geen deskundige hulp bij die daar iets aan te sturen heeft. Dus wat dat betreft is het een hele andere situatie. En de mensen van het sociaal pensioen, die zijn vrij om zich te begeven door de wijk. En daar hebben we eigenlijk nauwelijks overlast van. Maar de mensen die in de noodopvang zitten, die mogen zich ook overal bewegen. En daar is dus geen controle op. En dat vinden we gevaarlijk. Ik ben niet tegen een opvang van mensen die het moeilijk hebben. En ik vind zeker dat je als maatschappij daar een plek voor moet hebben. Het enige is, je kunt dat niet zomaar zonder inspraak van omwonenden ergens neerzetten. En ik denk niet dat een opvang zoals deze een goede plaats is in een woonwijk. Zeker niet een woonwijk waar heel veel jonge kinderen buiten spelen. En als je ergens komt wonen in je eigen huis, voel je je 's avonds niet meer thuis alleen. Ja, dan ben je ook niet meer thuis. Laten we daar ook gewoon helder over zijn. En dat kan gewoon niet. Het kan ook anders. Laten we het ook anders doen. Veiligheid staat voorop. En ik vind dat de gemeente op dit moment veel meer oog heeft voor de veiligheid van een tiental problematische mensen. En de veiligheid van een hele wijk, die lijkt helemaal niet van belang.